Mag ik verder gaan met timmeren of... Ja, ga je, doe je ding. Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik weer in mijn huis bezig, zoals je kunt zien. Ik heb net gesport met Vincent. Dat ging niet heel goed. We meer gedanst dan dat we echt gesport hebben. Maar goed, we hadden ook gewoon zin om lekker te kloten. Maar ik moest gelijk door. Normaal gaan we altijd lekker broodje halen. Maar nee, niets meer waar. We hebben natuurlijk een huis hier. Mijn moeder was hier gewoon al heen gegaan. Hoe lief. Die zegt heet het, ja, ik vind het zo'n leuk je huis. Ik wil heel graag helpen. Dus ik kom gewoon. Dus ik heb gewoon een gratis klushulp. Ze heeft zelfs een koffiezetapparaat meegenomen. Dat hebben we hier natuurlijk allemaal niet, aangezien hier alles eruit is. Ja, alles is eruit. Dat hoor je goed en dat zie je goed. Wij zijn afgelopen weekend met Pasen zijn we toch naar mijn huis toe gegaan. Omdat we toch gewoon wilden doen. Wat wilden doen is een understatement. Want we hebben de hele keuken gesloopt. Alles is hier weg. De hele vloer is eruit. De hele vloer staat nu hier in de gang. Je hebt dus deze vloer, plastic, dan kwam dit zelf. En hieronder zit nog dit. En dat is mijn moeder nu ook al proberen uit te halen, want hier was een enorm vieze natte plek. Lukt het een beetje, man? Ja, het is allemaal schimmel. De hele keuken was vol met tegels. Belle heeft dit hier eruit gepikt en je ziet dat hier nog best wel wat ruimte in zit. En ik kan hier misschien mooi, misschien een keer zo'n inbouwgrashaar, dat zou ik heel vet. Ik heb wel een beetje wat met mijn telefoon gefilmd om te laten zien hoe Belle in actie was. En dat we gewoon lekker aan het rammen waren. Dus bij deze heb ik met mijn telefoon gefilmd, dat is niet heel goed, maar ja. Ik ben trots op jullie. Dit busje met die mannen, die kwamen net langs. Want ik had namelijk de keuken op mijn marktplaats gezet. Maar wie wil dit nou hebben? Dus ik had er eerst 500 euro voor gevraagd toen het nog in mooie staat was. Toen was ik aan het sloop, dacht ik, nou, 300 euro. Toen was het helemaal gesloopt, dacht ik, nou, wie wil dit nou nog hebben, weet je wel? Deze gore oven. Plus al die kasten, weet je wel, die ik helemaal had gesloopt. Allemaal vies. Moet je kijken hier hoe ranzig dit eruit ziet. Toen we dat eruit uit elkaar gingen halen. Maar toen had ik dus gratis op Marktplaats gezet. En toen kwamen een paar mannen en zeiden, ja, nee, ik wil wel wat kastjes hebben en zo. Die heeft net gewoon, hier stonden het allemaal kasten. Heeft hij gewoon allemaal in zijn bus geladen. Is hij weggereden. Die maakt dus custom-made tafels en zo. Dus we hebben hem nog gepraat. Misschien kan je nog een keer een tafel voor me maken van het hout. Wat ik hem net gegeven heb. Nee, dat kan niet. Dat is spaanplaat. We hebben hier dus nog even het vochtprobleem gecheckt. Dat is weggebikt. En je ziet echt dat de vochtplek tot daar loopt. Dus het probleem is niet heel groot. Ja, het lijkt wel alsof het vocht hier doorloopt hoor. Dus dan moet je toch even wat wegblikken. Ja, dat gaan we nu doen. Over een half uur komt ook de aannemer en die gaat die vertellen of hij dit in 2 weken gaat afkrijgen voordat de vloer komt. Dat wordt spannend. Holy shit, we hebben hier een gat ontdekt. Hier bij de verwarming. Er gaan een paar plankjes los. Even kijken hoe verroest dit eruit ziet. Dus waarschijnlijk heeft dat ervoor gezorgd dat hier een enorme natte plek zit. Maar ja, zeker weten doe je natuurlijk niet. Wij doen ook maar wat. We hebben hier een plint losgetrokken. Daar, nou, het ziet er hier ook gewoon droog uit, prima. Dus als we alles gewoon netjes hebben, de vloer zit erin, alles is gestuukt. Denk wel echt dat dit heel mooi gaat worden. Wat denken jullie? Nou, de aannemer is as we speak bezig. Rondje door het huis aan het lopen van oké, hoe lang is hij bezig, hoeveel gaat het kosten, et cetera. Over 3 weken komt de vloer. En hij zegt dat het no way gaat lukken om dan alles af te krijgen. Dus dat wordt nog wat. Hoe dan? Hoe is het mogelijk? Het sneeuwt gewoon. Het is gewoon een enorme sneeuwstorm aan de gang buiten. Het is 5 april. We hebben net Pasen gehad. Vorige week nog in mijn korte broek. En nu gaat het sneeuwen. Deze wereld is gek. Ja. Nou, neem maar mee. Ik als je hem zo erin zet, ik geef één keer gas dat hij... Lekker omgekomen. Omkiet. Yeah. Goeie handen. Nou, het hele tafelblad is er zojuist gewoon afgetrokken. Ging best simpel. Nou, dagkeuken. Nou, echt ontzettend aardige gasten. Ik snap niet dat ze blij konden zijn met... Nee, met die keuken. Met dit keuken. Echt, het schimmel en alles aan alle kanten. Het stortte helemaal in elkaar, zoals je net ziet. Maar ja, ze wilden het gratis ophalen. Ik ben alleen maar blij. Dag. Morgen kwam toch een container, dus ik had het morgen ook in die container gepleurd. Maar goed, we zijn er blij mee. We missen nog allerlei stukken en zeggen, nou dat komt wel goed. Als het goed is, komt nog iemand deze koelkast ophalen vandaag. En de oven, die het half doet. Dus Die oven ook? Ja, iemand wil dat graag hebben. Maar kijk nou hoe dat eruit ziet. Dit is toch goor. Stop. Wow, kijk hoe goor dit eruit ziet.
Ik ben echt blij dat ik een nieuwe keuken ga nemen. Oké, ik ben dus even naar de gamma geweest om een trap te halen. Die had ik niet. En nog andere dingetjes. Ik ga nu even deze plint eruit slopen. Nou, hij zit heel goed vast nu. Zo, de dag zit er weer op. Het hele huis is gesloopt. Alles staat daar ready om morgen de container in te gaan. Zet even het belletje aan als je geabonneerd bent op mijn kanaal, zodat je geen enkele video mist. Want ik upload namelijk niet echt op een vast tijdje, op een vaste dag. Ja, ik leef gewoon van dag tot dag hier in deze verbouwing. Ondertussen probeer ik zoveel mogelijk voor jullie te filmen en voor mezelf. Dus ga met mij mee op dit avontuur. Abonneer, belletje aan en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Hoi hoi!